Leonard Gates, daar kwamen wat opmerkelijke tweets kwamen naar buiten. Hè? Dat hij zich een beetje als een hork en arrogant ja, lul gewoon gedragen heeft. Ja, dat is in Amerika al langer bekend. Ja, want daar komt altijd over als een sympathieke, gezellige Amerikaan, maar dat is dus wel, dat ligt even Nou anders. ja, hij is gewoon zijn sociale skills, zeg maar, die zijn niet zo heel sterk. Nee. Hij is niet zo goed in de omgang. Ja, ik weet niet of hij echt een vervelende gast is, of dat hij gewoon. Ja, of dat hij gewoon sociaal gewoon niet zo goed is in de omgang. Nee. Als ik tegen hem speel, dan heb ik ik niet echt. Als ik van hem win, dan krijg ik een hand. Maar dat is nooit drama of zo. Nee. Hij kan wel af en toe een spelletje spelen dat hij vertraagt of dat hij een beetje gekke dingen doet aan het bord. Maar hij staat er met name onbekend dat hij met niemand foto's wil maken. Nee. En als mensen tegen hem praten, dan kan hij gewoon volledig door je heen kijken. Dat doet hij. Afgelopen oktober was mijn vader met mij mee in een toernooi in Amerika. En die kwam op een gegeven moment teruggelopen. Die zegt: ja, ik vraag net aan Gates hoe het met hem gaat en hoe zijn dag gaat en weet ik het allemaal. En loopt gewoon een straal langs me heen of ik kan niet staan. Ja. En mijn pa was er wel van. Die zegt van: wat is dat nou? Ik zeg: nou ja, dat had ik je van tevoren al kunnen vertellen dat hij dat doet. Ja, want ik heb En jouw daar vader ook staat hij ontmoet. helemaal bekend om. Ja, ik heb jouw vader ontmoet. Hele lieve, lieve man volgens mij. En hij wilde een hand ook geven, toch, aan Gates? Klopt dat? Ja, dat kan. Dat weet ik me, dat kan ik me niet meer precies herinneren. Maar dat zat er niet in. Nee. Hij weigerde gewoon hem de hand te schudden. Ja, en als mensen die op de foto willen, dan reageert hij niet. Of Nee. hij maakt een wegwerpgebaar. Dat staat hij heel erg onbekend. En toen hij eerst naar het WK ging in Engeland, vonden ze hem allemaal heel sympathiek overkomen. En daar werd natuurlijk vanuit Amerika wel eens vaker gezegd van. Ja, daar kom je wel achter. En Ja. daar zijn heel veel verhalen over. Ik heb niks tegen die man. Ik hoef Nee. niet met hem sociaal te doen. Ik heb Nee. met hem de World Cup gespeeld. Ja, want hoe ging dat Dat, dan? dat... Was er toen wel iets van socialiteit tussen jullie? Samen eten of zo? Of... Nee. 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 Nee, maar hij is niet onvriendelijk of zo. Maar ik ga er niet mee aan de tafel zitten als hij geen woord zegt. Als er niks uitkomt en hij luistert naar muziek en zo. Ik heb daar geen problemen mee. Uiteindelijk staan we daar om. Kijk, het is beter natuurlijk als je met iemand speelt waar je goed mee overweg kan. Waar je bijvoorbeeld inderdaad de avond ervoor mee gaat eten. Dat is gemakkelijker. Maar ik kon niet zeggen dat ik. Dan moet dat storen of zo. Ja, we spelen daar samen en we winnen of verliezen samen. Ja. Ja, ik kan er verder niks over zeggen. Alleen dat natuurlijk voor zijn image is het gewoon niet zo goed wat nu gebeurt. Dat mensen het Nee. over hem hebben. En dan gaat dat over Twitter, gaat dat helemaal rond. Dat wordt gedeeld door een aantal grote accounts. Ja, en nu weet iedereen het gewoon. Ja, wat Maar ja, hij, ik ja, kijk er ieder, ook. Dat, ja. Maar dan denk ik, kijk er ook niet raar van op als je hem voor een foto vraagt dat hij je negeert of nee zegt. Dan kan je ook niet meer, nu weet je het. Dus ik denk dat hij gewoon, hij is in zijn eigen wereldje. Hij wil zijn eigen plan trekken en het liefste met rust gelaten worden. Dus Ja. ieder zijn ding. Ja, het is bijzonder dat toen inderdaad in Engeland, toen kwam inderdaad als die sympathieke Amerikaan over met zijn dansje inderdaad. En ik had al wat verhalen gehoord. En ja, het was een beetje een heel raar beeld of zo. Jullie moeten echt hebben gedacht van wat is dit? Weet je, hij is in één keer die sympathieke gast die er eigenlijk helemaal niet is. Ja, nou ja, ik weet het niet. Dus wat is dan nep? Wat is de Ja. echte Gates, zeg maar? Nou, ik denk dat je gewoon de echte Gates ziet. Maar Oké. hij kan, kijk, als je een beetje slim bent en je hebt daar geen zin in, dan doe je dat in ieder geval vriendelijk tegen mensen. Ik Ja. denk dat hij zich gewoon doet hoe zij zich voelt. En als zij jou denkt van opflikkeren, noem maar, ik zal het even anders bewoorden, maar. Ja. Maak je weg, ja, Ja. dan gaat hij dat, dan gaat hij jou dat ook zeggen. Dus het zal niet goed zijn voor de verkoop van zijn pijlen en
de fanbase, zal het niet heel goed zijn. Dus Nee. ja, ik raad hem aan om gewoon met mensen op de foto te gaan. En daarnaast is het alleen maar een compliment als mensen je aanspreken of met je op de foto willen. Ja, dat is voor mij een groot compliment.